Dag aan alle leeuwen, welkom bij deze horoscoop voor het jaar 2013 voor de leeuw. En ook een heel klein stukje voor januari, wat januari voor jullie in petto hebben. Wel in het algemeen voor de leeuwen, ik begin met de verdere planeten, zoals Jupiter. Die bevindt zich, zoals eigenlijk in 2012, die bevindt zich voor het grootste gedeelte tot en met de eerste helft van het jaar, dus tot en met 27 juni, bevindt Jupiter zich nog steeds in het 11e huis. Dus het huis van de vrienden en het huis van de aspiraties. Hopelijk goede aspiraties voor het komende jaar. Dus verwacht daar expansie, want Jupiter is een planeet van expansie. Vanaf 28 juni tot het einde van het jaar bevindt Jupiter zich in Kreeft, in het 12e huis. En dat is een heel verborgen huis en het huis van onze blinde vlekken. Dus ben je iemand die zeker jezelf beter wil leren kennen, dan is het daar een goed moment voor om... het is expansie op dat gebied. Het is expansie om jezelf, om vooral de stukjes van jezelf die je niet zo graag onder ogen ziet, om die onder ogen te zien en daardoor ook jezelf beter te leren kennen en daardoor ook beter te kunnen omgaan met anderen. Saturnus, de planeet van de discipline, van het harde werken, die bevindt zich voor het ganse jaar in Schorpioen. En dat is jullie vierde huis. Het vierde huis is het huis van je thuis, van je diepste kern, van je diepste ik. Saturnus daarin betekent dat, ofwel ga je een bepaalde structuur aangeven, letterlijk, aan je huis dan. Het kan zijn verbouwingen, of het kan zijn dat je gaat verhuizen en dat die plek daar... te maken heeft met een soort settling, dus dat je serieuzer wordt. Of het kan ook te maken hebben dat je hard gaat werken aan jezelf, want het vierde huis is ook je diepste ik, je diepste kern. Dus dat je jezelf meer gaat vormen, zodat je wat sterker in je schoenen staat. Dan Neptunus, de planeet van spiritualiteit, de planeet van de connecties met al wat er is, die bevindt zich het ganse jaar in Vissen. En dat is voor jullie, voor de leeuw, het 8e huis. En dat is een metafysisch huis. Neptunus voelt zich daar op zijn plaats in Vissen in het 8e huis. Dus het kan ook zijn dat je interesse krijgt in 2013 in het occulte of in zaken die te maken hebben met het zo boven, zo beneden, dingen zien die je gewaar worden die je niet zomaar kan bewijzen. Enzovoort. Dus dat kan ook tot de voorgrond treden in het jaar 2013. Pluto, de planeet van de verandering, van de transformatie, die bevindt zich nog steeds het ganse jaar in jullie 6e huis, het huis van het dagdagelijkse werk en het huis van onze routine. Dus voor velen, Pluto betekent een radicale verandering. Voor velen kan 2013 een radicale verandering van een job betekenen. En dat is goed, dat ervaar je op het moment zelf misschien niet als positief, maar het is een mogelijkheid om meer tot jezelf te komen. Omdat het een job zal zijn die beter bij je past, de volgende job die je zult hebben. Dan Uranus, de planeet van de vrijheden en van het zich vrijmaken, bevindt zich in Ram. En dat is jouw 9e huis. Dus alles wat dat te maken heeft met reizen, met mensen van andere culturen, is positief voor jou. Dat verruimt jouw blik. En het kan ook zijn dat je bepaalde visies zult hebben of opinies zult bekijken die niet zo mainstream zijn. Maar dat is goed voor jou om je blik te verruimen. Dat is het in de notendop. Nu voor januari 2013... Jullie starten heel leuk, of in het algemeen toch, want iedereen zal leuke tijden hebben, niet alle leeuwen natuurlijk, van 1/12 van de bevolking. Maar de kans zit erin om toch veel plezier te hebben, vooral met die ene andere persoon die belangrijk is in je leven. Omdat je daar dus heel veel snelle planeten hebt tijdens de maand januari, zoals de zon, maar ook Mars. Nu, Mars kan betekenen dat je vaak in discussie zal treden, misschien met collega's, maar ook misschien met je geliefden. In ieder geval, het is er om je eigen Mars te ontdekken en te begrijpen wat je zelf wil. Heb je geen relatie, dan
kan het zijn dat, dat je toch gaat belangrijk vinden. Misschien heb je al jaren geen relatie en dan dat deze maand de verandering zal zijn van de gedachte van ik heb zin om iemand nieuws te ontmoeten en ik heb een bepaalde visie hieromtrend. En dan de volgende maand, dan zien we het dan in februari, kan bepaalde zaken doen vooruit gaan. In ieder geval, ik wens jullie het allerbeste voor de leven en tot volgende maand. Dag!